weer een nieuwe video van mij. Zoals jullie zien is het een pashokjesvlog. En dat heb ik dus nog nooit eerder gedaan. Het is een applausje waard, jongens. Mijn eerste pashokjesvlog. Ik heb er super veel zin in en ik hoop dat jullie het heel erg leuk vinden. Ik ben naar de H&M geweest. Naar de Bershka. En als laatste ben ik naar de Stradivarius geweest. Volgens mij, als ik nou niks vergeet, zijn dat de winkels waar ik ben geweest. En ik heb in totaal 2 dingen gekocht. En 1 ding heb ik uiteindelijk achteraf nog besteld. Omdat ik het toch nog heel erg leuk vond. En ik wil hem eigenlijk toch wel hebben. Dus achteraf heb ik hem nog even iets extra besteld. Nou, we zijn in de H&M. En ik heb als eerst een witte broek. En ik heb niet de goede maat gepakt. Want hij is echt super groot. Maar ik heb een witte broek nodig voor een feest zaterdag. Want ik had een verkeerde bestelling gemaakt. Dus mijn rokje past niet. Maar deze trui is echt ook super lekker. Die heb ik ook gepast. Hij is echt super zacht. Maar ik heb echt al heel veel grijze trui. Dus ik weet niet dat dit een wordt. Maar hij zit echt zo lekker. Nou, deze moet ik sowieso weg doen. Het is gewoon veel te groot. Oké, de volgende 2 dingen. Ik heb mijn eigen broek weer aangedaan. Trouwens ook van H&M. Maar niet van deze keer. Ik heb een hele lekkere fluffy jas aan. En oh, zo lekker. Hij heeft lekkere zakken. En hij is 50 euro. En dit topje. Het is een cold hatje. Dus hij gaat echt super erg door. Dus niet daarop letten. Maar die is... weet ik eigenlijk niet. Die is maar 8 euro. Maar hij gaat echt heel erg door. Dus dat zou ik niet echt zelf dragen. Moet je echt een hemdje eronder aan doen. Maar die jas. Ik heb nog nooit zo'n soort jas gehad. Het is echt zo comfy, maar het is echt niet handig. Met dat koude weer. Met dat regen bedoel ik meer. Ach, ik zo leuk. Zien jullie mij al lopen met zo'n fluffy jas. En het laatste wat ik heb gevonden bij de H&M. Is deze trui. Super simpel. Hoe duur is die? Hij is 20 euro. Maar. Ik denk een beetje te basic. Lekker streepje aan de zijkant wel. Capuchonnetje. Maar. Ik denk het niet. Maar deze ga ik niet kopen. Want deze is heel erg doorschijnend. Maar de jas. Ik twijfel echt zo erg. Ik vind hem echt heel leuk. Maar zo heb ik gewoon nooit gekocht. Dus het is gewoon weer heel iets anders. En met de regen is het echt niet handig. En het regent zoveel de laatste tijd. Is nog lastig. Oké, we zijn bij de Bershka. En ik heb een witte broek gevonden. Ik heb er 2, dus ik ga er ook 2 passen. Maar ik heb nu deze aan. Hij gaat een beetje door, dus niet helemaal naar kijken. En ik heb deze lille trui gevonden. En dit is echt niks voor mij. Maar ik zag het en ik dacht het ook gewoon echt proberen. Want ja, het is op zich wel leuk. Die broek is 13 euro. En die trui is 25, maar die trui ga ik denk ik niet kopen. Ik was gewoon heel erg benieuwd hoe die me zou staan. Op zich, hij zit echt super lekker, maar ik zie mezelf nog niet echt lopen met een paarse trui over straat of zo. En die broek zit veel te strak. Dat is too tight. Dus ik ga even deze proberen en dan heb ik nog een andere fluffy jas. Tenminste zo'n zachte jas zoals ik net heb gepast, maar die is wat korter. Dus die ook even passen. Oké, ik heb de andere witte broek aan. En die is ook echt heel strak. Het is echt net een legging gewoon zo strak zit die. Het is echt... Hoe zit die zo strak? Het is echt niet normaal. Misschien... Ik vraag me of je een maatje groter pakt. Maar hij is op zich wel leuk. Ik vind het wel een leuk model. Zo met die riem erbij. Maar hij schijnt ook echt weer super erg door. Je ziet helemaal die kaartjes hier. En je ziet mijn onderbroek. Dat is gewoon, ik heb trouwens weer mijn eigen trui aangedaan. Maar het schijnt gewoon zo erg door. En het zit echt super strak. Maar ik heb wel een witte broek nodig. En hij is 16 euro. Dus dat is ook niet echt duur. Lastig. Zo, ik heb even een maatje groter gepakt. En hij zit wel wat beter. Gewoon iets minder los. Dus ik denk dat ik deze ga meenemen. 16 euro. Oh, ik mag wel lekker mijn jasje nog passen. Dat is leuk. Oké, kan ik dit niet even ergens anders zetten? Nee, dat gaat echt wel lang. Oké, dit is het lekkere jasje. Het is 36 euro.
En hij is lekker gewoon kort. Maar die andere die ik bij de H&M had gepast, die is toch wel... Het zit wat lekkerder in, denk ik. Deze is heel warm. Met een trui eronder. Maar het zit wel lekker. Maar de zak is ook een beetje klein. Dus mijn telefoon past er niet eens in. Maar dat is het andere jasje. I finally stop running now. With you I found my peace somehow. Let go of every thought that was holding me back, yeah. I'm in love with you in every way. That joy you give me every day makes me forget that I was troubled. We zijn bij de Stradivarius en ik heb een lekker leren broekie. Hij glimt lekker. Ik heb thuis al zo'n broek, maar die is te groot. En dit soort dingen heb ik dus echt nog nooit aan gehad. En ik ga er persoonlijk een hemdje onder doen. En niet zo. Vind ik iets te. Maar ja, dat heb ik er vandaag niet aan. Dus dit is het. Met sterretjes. Kijk hoe schattig. Kan je dat een beetje zien? Heel erg schattig. Kijk, mijn tattoo shine er ook lekker onderdoor. Zo leuk. De broek is volgens mij 20 euro. En het topje. Het topje is 13 euro. Ik vind het wel leuk voor bijvoorbeeld een haar facial of zo. Dat was ook cute. Het broek ga ik denk ik niet doen. Maar misschien een topje. Oké, ik ben eruit. De broek wordt het niet. En het topje wordt het wel. Het topje was dus 13 en de broek 20. Maar het broek wordt het niet. En het topje wel. En na shoppen even lekker eten. Nou, zoals jullie hebben gezien heb ik allerlei dingen gepast. Die ik nooit toch op het eerste moment zelf zou pakken. Zoals die paarse trui en die teddyjas. Die witte broek had ik nodig. Dus uiteindelijk heb ik die ook wel echt gekocht. Die zit nu helaas in de was. Dus ik kan hem niet voor jullie laten zien. Maar als tweede heb ik bij de Stradivarius wel dat sterrentopje gepast. En uiteindelijk dus ook meegenomen. En nou ja, jullie hebben hem dus al aangezien. Maar hij heeft dus sterretjes en kleine stipjes erop. En hij was maar 13 euro en ik vond het echt heel erg leuk, want ik had zulke dingen eigenlijk nog niet. Dus nou, hij lijkt er helemaal zwart, maar jullie zien het idee wel. Kijk, ik kan er zo'n beetje doorheen kijken. En dan wat een leuke bralet eronder of gewoon een zwart hemdje. Dat is eigenlijk gewoon super leuk. Dus vandaar dat ik die heb meegenomen. En ook hebben jullie gezien bij de H&M die zwarte teddyjas. En ik zou nooit zoiets kopen of bestellen of zo, want ik weet niet, ik zit altijd bij anderen en dan denk ik, oh dat is zo leuk. En dan... pak ik het zelf en denk, nou, dat is niet echt iets voor mij. Dus meestal laat ik het dan gewoon hangen. Maar deze keer dacht ik, weet je wat, voor de pas ook een shoplog. Ik ga dingen passen die ik niet op het eerste gezicht zou kopen. En ik vond hem zo leuk. En hij was ook niet echt duur voor een jas. En ik dacht, door het winter, dan was het gewoon lekker om gewoon zo'n dikke jas te hebben. Maar ik dacht, nou ja, wil ik dat wel echt hebben? Ga ik het wel echt dragen? En toen kwam ik thuis... En toen liet ik hem aan mijn moeder zien, want ik had er ook foto's van gemaakt en doorgestuurd naar mijn vriendinnen van, zal ik hem kopen of niet? En iedereen zei ja. Of, nou ja, is wel leuk, maar is met het regen ook helemaal niet handig, want het wordt nu natuurlijk slecht weer en dan gaat het gewoon veel regenen. En mijn moeder zei ook, als ze het hartstikke leuk vond, dat is voor hoe duur is die? Ik zeg, ja, dat was 50 euro. Ze zei, oh, dat is ook helemaal niet duur. En toen heb ik dus in de nacht, toen ik half aan het slapen was, heb ik mijn H&M app geopend en heb ik hem besteld. Maar hij is helaas al niet binnen. Dus ik kan hem jullie helaas niet laten zien, dus dat is wel jammer. En ik weet niet of ik het al had gezegd, maar die witte broek die ik nodig had voor de verjaardag, die zit in de was. Dus die had ik nodig, dus die heb ik ook al aangehad. Dus die kan ik nou helaas niet laten zien. Maar ik zal hier wel even een fotootje in doen van het feestje. Hoe vaak ik de witte broek aan had. Dus ja, dat was mijn eerste pashokken shoplog. Mocht jullie het leuk vinden, doe dan zeker even een duimpje omhoog. Laat even in de reacties achter of ik zulke dingen vaker moet doen. En of ik het een beetje goed heb gedaan, want ik heb natuurlijk nog nooit zo'n soort video opgenomen. Dus let me know en ik zie jullie graag in mijn volgende video. Doei doei!